Ja, nou? Jij slaapt vannacht niet. Nou. Ja. Hij is deze jongen slaapt altijd. Af en toe. Janno Jansen. En nou, in de blessuretijd, de laatste secondes wat voor de wedstrijd. Klopt. Wat onterecht, hè? Wat zijn de voetbalwetten eigenlijk onterecht? Want zoveel kansen hebben jullie gehad, hè? Klopt, zeker weten. Maar ja, we doen onszelf gewoon tekort om het niet af te maken. Ja. En, nou, je kijkt nou een beetje omhoog. Want ja, je staat dan toch wel met, op de derde plaats van onderen. Nou, nu, en dan moeten natuurlijk de concurrenten ook punten laten vallen. Dan stijg je een beetje omhoog. Nou ja, een van die concurrenten is Spirit 30. Mm-hmm. Bal tegen de paal, maar ook een doelpunt. 1-0 voorstaan. Ja. Wat dacht je toen bij jezelf? Nou, wat is gebeurd? Of had je nog vertrouwen? Nee, zeker niet. Hoofd omhoog en verder gaan. Hè. Ja. En gewoon knokken. En ja, je best doen en meer dan dat kan je niet doen. Werken voor het team. Trainer, Montenegro. Ja. Blij. Ja, ja, zeker. Zeker wat ik net ook al zei. Van, ja, het is, de voetbalwetten zijn altijd. Die zijn altijd anders dan wij graag willen zien. En, maar goed, ik ben fan van Italiaanse voetbal. En dat zie je ook wel weer terug. Waar ben je zelf uit afkomst? Ik kom zelf uit Colombia. Ja, dus Colombia. Zuid-Amerikaans. Ja. Ja, Valderrama en dat soort spelers. Die, dus keihard werken. Ook keihard werken voor je centen vandaag ook weer. En de komende 4 wedstrijden ook weer. Dat zal ik ook niet veranderen bij de mannen. Keihard werken en dan loopt het zich vanzelf. En nou, zoals vandaag ook, wat Jan ook zegt, van in de rust werd ook aangegeven, jongens, het is nog niet gespeeld, het is nog niet verdeeld, de punten zijn nog niet verdeeld, we moeten vasthouden, gewoon blijven vasthouden. Laat ons niet uit de tent lokken, want uiteindelijk, dat kan ook, want ze liet ons steeds meer komen, maar de risico staat achter de linie. Dus, toch blijven nadenken en op deze manier wachten op die ene moment die je dan... Maar hoe zijn jullie nou uit de rust vandaag? Hoe moet je die mensen zo kunnen motiveren, zeg? Nee, vanaf de eerste minuut, vanaf de eerste seconde waren ze, stonden ze op die manier, die gretigheid. Nou ja, goed. En daar pakken de wissels goed uit. En hun wissels is minder dan ja. De harde bal tegen de hand hield hij hem eruit, Hoffer van Spirit 30. Tegen de lichamen werd hij er geschoten. Ja. Ik denk, nou ja, hij wilde niet in. Ja, ja. Klopt. Nou, dat hadden wij ook een beetje het idee dat hij er niet in wilde. Maar ja, door blijven gaan naar je best doen. En meer kan dat kan je niet doen. Nee. En ben jij ook van buitenlandse afkomst? Ik, ik heb wel een Indonesisch roots in me, ja. Wie neemt het eigenlijk van je over? Wouter Rood. Wouter die neemt het nieuwe seizoen. Wouter Rood van zit nu bij Succes. Ja. En die zal het straks weer overnemen. En met heel veel liefde en warmte draag ik het graag over weer aan hem. Ja. En dan pak ik het weer op. Het eerste en tweede. Dus ja, nee, superleuk.